één keer van achter het scherm. Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Ingrid Augustin het academisch proefschrift getiteld Pulmonary Rehabilitation, a Learning Healthcare Model in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u als eerste vragen om een korte samenvatting te geven van uw proefschrift? Dank u wel. Hooggeachte prorector, hooggeleerde leden van de promotiecommissie, familie, vrienden en collega's en ook degenen die nu via livestream volgen. Graag geef ik een korte samenvatting van mijn proefschrift getiteld Pulmonary Rehabilitation, a Learning Healthcare Model. Oftewel in het Nederlands, longrevalidatie en lerend zorgmodel. Dit proefschrift richt zich op patiënten met een chronische aandoening. Meer in het bijzonder patiënten met COPD. COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease, in het Nederlands chronisch obstructief longlijden, en is gedefinieerd als een veel voorkomende, te voorkomen en te behandelen ziekte die wordt gekenmerkt door chronische luchtwegvernauwing en aanhoudende luchtwegklachten. In de dagelijkse praktijk blijkt deze luchtwegvernauwing echter meestal onomkeerbaar. COPD is een verzamelnaam van longemfyseem en chronische bronchitis. Bij longemfyseem zijn de longblaasjes beschadigd. Er treden vervormingen op van de longarchitectuur met belangrijke functionele gevolgen. Bij chronische bronchitis is er sprake van ontsteking in de kleine luchtwegen met slijmvorming, waardoor zwelling van de luchtwegen optreedt. Ondanks dat COPD beschouwd wordt als een meervoudige, complexe aandoening, wordt wereldwijd vastgehouden aan spirometrie om één de diagnose en de ernst van COPD te bepalen. U ziet hier een spirogram, startend met een rustige in- en uitademing, gevolgd door een diepe inademing. Het volume dat tijdens een geforceerd uitademingsmanoeuvre kan uitgeademd worden binnen 1 seconde, noemen we de FEV1, oftewel de Forced Expiratory Volume. De Forced Vital Capacity is het maximale volume dat kan worden uitgeademd tot aan residuaal volume. De verhouding, wanneer deze verhouding tussen deze twee variabelen kleiner is dan 70%, is er sprake van obstructief longlijden. De indeling in mild, ernst, matig ernstig en zeer ernstig wordt bepaald aan de hand van de FEV1 in percentages van voorspelde waarden. In de volgende dia's toon ik u andere factoren die bijdragen aan de complexiteit van deze ziekte. Deze thoraxfoto toont een beeld van iemand met longemfyseem. Bij longemfyseem is het longweefsel sterk uitgerekt, waarbij de borstkas voortdurend in een inademingsstand staat. Dit noemen we hyperinflatie. Deze hyperinflatie en de vaak hiermee gepaardgaande ademhalingsspierzwakte brengen de luchtverversing in de longblaasjes in het gedrang. Immers, zoals dit rechterplaatje laat zien, een cruciale functie van de long is opname van zuurstof en afgifte van koolzuur. Dit noemen we de gaswisseling of diffusie. Hyperinflatie, ademspierzwakte, diffusiestoornis en zuurstoftekort. Al deze veranderingen dragen bij aan de hoofdklacht van patiënten met COPD en dat is kortademigheid. Deze kortademigheid treedt eerst op bij inspanning, maar in een gevorderde fase ook tijdens inrust. COPD beperkt zich echter niet alleen tot de longen, maar wordt ook gekenmerkt door vele extrapulmonale kenmerken. Bij patiënten met COPD wordt ondergewicht, maar ook overgewicht wordt vastgesteld. Osteoporose, oftewel botontkalking, en afname in spiermassa komen veelvuldig voor. Bij COPD komt ook vaak andere chronische ziekten voor, zoals diabetes of cardiovasculaire ziekte. Patiënten ervaren enorme beperkingen in het dagelijks leven en hebben last van angst, depressie. Verder wordt zelfs een verminderd cognitief vermogen vastgesteld, wat bijdraagt aan beperkingen in zelfmanagement en omgaan met de ziekte. Kortom, een patiënt met COPD wordt met vele problemen tegelijkertijd geconfronteerd.
Longrevalidatie, een van de behandelstrategieën, wordt pas laat in de fase van de ziekte ingezet, pas wanneer het echt niet meer gaat. Zeker wanneer bij verwijzing voor klinische revalidatie wordt het behandelteam geconfronteerd met meervoudige problemen in het fysiek, het emotioneel en sociaal functioneren van de patiënt. Longrevalidatie, tegenwoordig een containerbegrip geworden, waaronder ook eenvoudige beweegprogramma's volgen. In dit proefschrift refereren wij naar longrevalidatie als een alomvattende en integrale behandeling, zoals beschreven in de internationale definitie. Longrevalidatie start met een uitgebreide beoordeling van pulmonale en extrapulmonale kenmerken. Er wordt een beeld gevormd van de integrale gezondheidstoestand, waarbij er gekeken wordt naar de fysieke conditie. Een uitgebreide longfunctiemeting volgt, maar wordt ook gekeken naar de functie van het hart en de aanwezigheid van andere chronische aandoeningen. De spierfunctie wordt aan het begin van de behandeling gemeten. Daarnaast wordt er ook een beeld gevormd van de adaptatie van de patiënt aan de ziekte. Het cognitief vermogen, de aanwezigheid van angst en depressie worden gerapporteerd. Ook wordt er gekeken naar gedragsstoornissen en sociaal functioneren. Complexiteit uit zich niet in één domein, maar is een combinatie van al deze problemen of van problemen in de diverse domeinen. Na dit assessment volgt een gesprek met de patiënt. De doelen worden samen besproken, wordt gekeken naar de doelstellingen van de patiënt, maar er wordt ook naar de haalbaarheid van de doelen gekeken. Kortom, een behandeling op maat volgt. Nu, vanuit behandelsperspectief zou het nuttig zijn om patiënten met dezelfde kenmerken te kunnen identificeren. Bijgevolg hebben wij de volgende vraagstellingen geformuleerd. Is groepering van patiënten mogelijk op basis van longfunctiestoornissen gemeten tijdens het beginassessment? Is groepering van patiënten mogelijk wanneer ook extrapulmonale kenmerken hierbij worden betrokken? Verschillen uitkomsten van longrevalidatie tussen deze te onderscheiden groepen. Wij maakten gebruik van een clusteringanalyse methodiek, de self-organizing map, waarbij het mogelijk was om multidimensionele data, waarbij je op basis van deze multidimensionele data groepen kon onderscheiden. En ik licht dit graag toe aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel u 1000 mensen op een groot plein voor. We definiëren een aantal kenmerken. Leeftijd, geslacht, gezinssituatie en inkomen. We vragen nu aan deze mensen om bij andere mensen te gaan staan die lijken op deze kenmerken. Op een gegeven moment zullen we groepen van mensen staan die omringd worden door vergelijkbare kenmerken. Ik ga naar de volgende stap. We vragen nu om gekleurde vlaggetjes omhoog te steken. Bijvoorbeeld de leeftijd, ik noem maar wat, je bent jonger dan 20 jaar, je steekt dan een blauwe vlag omhoog. Geel is bijvoorbeeld tussen de leeftijd 20 en 30. We zullen dan gekleurde patronen over het plein zien die gerelateerd zijn aan de verschillende leeftijdscategorieën. Zo kunnen we dat ook voor het kenmerk inkomen doen. Wij maakten gebruik van een softwareprogramma die dat visualiseerde middels deze kleurenkaarten. Deze clusteringmethodiek hebben wij toegepast bij 518 patiënten met mild tot zeer ernstig CPD op basis van uitgebreide longfunctiekenmerken. Immers, een indeling op basis van de longfunctiestoornissen, zoals ik zojuist heb toegelicht, heeft nooit eerder plaatsgevonden. Wij konden 7 herkenbare clusters of longfunctieclusters onderscheiden. Echter, ondanks herkenbare longfunctieclusters stelden we ook een enorme heterogeniteit binnen de clusters vast. En dat wil ik graag toelichten aan de hand van 2 longfunctiemetingen, de FEV1 en de diffusiecapaciteit. De clusters 1 tot en met 4 waren de clusters met de betere longfunctieclusters. En dat zien we met name in het plaatje bij de FEV1, waarbij normalere waarden werden gevonden. Gaan we nu naar de clusters 2 en 3 bij de diffusie, dan zien we daar blauwe vlakken die eigenlijk duiden op een slechtere diffusiecapaciteit. Dit voorbeeld laat zien dat het bepalen van een
FEV1 alleen of de ernst van CPD op basis van een FEV1 alleen niet de longfunctiestoornis kan weerspiegelen. Indien we nu naast de longfunctieparameters ook andere variabelen worden toegevoegd, zoals het emotioneel functioneren of de fysiek functioneren, in ieder geval die algemene gezondheidstoestand wat ik zojuist toonde, kunnen wij wederom verschillende groepen of clusters onderscheiden. Ook al zagen we verschillende patiëntenprofielen, wederom moesten we een enorme heterogeniteit binnen de clusters vaststellen. We waren geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze behandeling in real-life omgeving. Bij de beoordeling zijn 8 uitkomstmaten betrokken die het fysiek functioneren, het emotioneel en sociaal functioneren van de patiënt weerspiegelen. Op basis van deze 3 domeinen evalueerden we het longrevalidatieprogramma voor de verschillende longfunctieclusters. 419 van de 518 patiënten voltooiden het programma. Van deze groep zijn we dus de behandeling gaan evalueren op basis van deze 3 domeinen. Dit plaatje aan de rechterzijde laat het percentage patiënten zien met een verbetering na longrevalidatie voor de 8 uitkomstmaten die ik zojuist toonde van wat klinisch relevant wordt beschouwd. We waren geïnteresseerd in de uitkomsten verschillend waren tussen de verschillende longfunctieclusters. Echter, dit plaatje laat een enorme heterogeniteit zien. Nu, verschaften de clusters die gebaseerd waren op pulmonale en extrapulmonale kenmerken dan meer informatie in relatie tot de uitkomsten? Zoals dit plaatje laat zien, is eigenlijk vergelijkbaar met de voorgaande dia, moesten we wederom vaststellen dat de uitkomsten van behandeling nauwelijks bleken te verschillen tussen de verschillende clusters. Ons onderzoek onderstreept het belang van een multidimensionele evaluatie van behandeling. En dit illustreer ik graag aan de hand van 2 uitkomstmaten die gebruikt werden in het fysieke domein en het emotionele domein. De rode gekleurdheid in deze plaatjes illustreert het hoog aantal percentage patiënten die klinisch relevant verbeterden voor deze uitkomstvariabelen. Kijken we nu om een specifieke plaats of positie op de kaart, en dit duid ik hier aan met de zwarte pijlen, dan zien we bijvoorbeeld dat er een groep patiënten is die niet klinisch relevant verbeteren voor de 6 minuten looptest. Dus een variabele gebruikt wordt voor het fysiek functioneren te evalueren. Maar gaan we naar het rechterplaatje kijken, kijken we naar het emotioneel functioneren, dan zien we dat deze patiënten wel vooruit gaan na longrevalidatie. Dit voorbeeld laat duidelijk de beperking zien van een veelgebruikte uitkomstmaat, en dat is de 6 minuten looptest. Onze bevindingen komen nu tot de conclusies, leiden tot de volgende conclusies. De heterogeniteit bij CPD-patiënten bestrijkt het volledige spectrum van pulmonale en extrapulmonale kenmerken. Identificatie van clusters op basis van longfunctiestoornissen alleen of in combinatie met extrapulmonale kenmerken leidt niet tot klinisch relevante verschillen in de uitkomsten na longrevalidatie. Beoordeling van uitkomst van longrevalidatie vereist een multidimensionele benadering, het fysiek, emotioneel en sociaal functioneren omvattend. Tot slot, deze studie onderstreept het belang van het verzamelen van data in de klinische praktijk. En niet omwille van het verzamelen op zichzelf, maar om daadwerkelijk op basis van real-life data meer inzicht te krijgen in de individuele patiënt. Om op basis van de evaluatie van uitkomsten de juiste zorg voor de juiste patiënt te bieden. Ik dank u voor uw aandacht en geef graag het woord terug aan de prorector. Hartelijk dank voor deze heldere presentatie. We beginnen nu met de oppositie en die zal worden geopend door professor Scholz. Hij is hoogleraar oudere geneeskunde aan de Universiteit Maastricht en hij was ook voorzitter van de beoordelingscommissie. Geachte promovenda, op de eerste plaats wil ik u van harte complimenteren met dit goede en ook mooie proefschrift en bij deze complimenten natuurlijk ook uw promotoren betrekken. Het lijvige proefschrift wordt omhuld door een prachtige kaft gemaakt door de Belgische kunstenaar Stefan Cerneels. Over zijn werk wordt gezegd dat dit belicht hoe het alledaagse leven
ondanks zijn herkenbaarheid op een hoogst persoonlijke manier ervaren wordt als in de eenzaamheid van de waanzin. Uw kaft verbeeldt het thema enlightened shame, verlichte schaamte. Wel nu, mevrouw de promovenda, waar komt die schaamte vandaan en waarom moet of is deze verlicht? Mijn zinziens kan het niet gaan om de kwaliteit van uw werk, want dat is prima. En het kan ook niet schaamte zijn over het goede werk dat in uw organisatie elke dag verricht wordt ten behoeve van de patiënten. Wat betekent die schaamte dan wel? Hooggeleerde opponent, dank u eerst voor uw lovende woorden en dank u voor uw vraag. Ik ben tegen dit kunstwerk aangelopen. We kunnen zeggen van we gaan een kunstwerk kiezen en we gaan eerst de inhoud aan iemand voorleggen en hij gaat tekenen. Maar ik werd geconfronteerd met dit werk en het schetst voor mij deze patiëntengroep met CPD en vooral in de late fase van hun leven hebben veelal met schaamte te maken. En we hebben het over de self-inflicted diseases, de stigmatisering van deze doelgroep. Ik vind het is belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En dat vraagt ook iets van zorgprofessionals. Want het blijkt ook dat schaamte ook van invloed is op de uitkomsten van een behandeling, als we daar geen oog voor hebben. En deze patiënten, ze hebben schaamte enerzijds voor hun lichaam en het einde van de fase van de ziekte, maar ook worstelen met identiteit. En verder, ongeacht de titel van dit werk, zag ik ook iets van terug evenwicht vinden. Hoe kan ik terug evenwicht vinden en vasthouden aan... Dus het raakte mij in die zin en ik vond het toepasselijk, heb het omgekeerd. Ja. Nou, ik denk dat het publiek heel blij is dat u dat even uitgelegd hebt. Want ik ben erg onder de indruk. En ik denk dat het ook heel passend is bij wat u gedaan heeft. Maar ik heb natuurlijk ook nog een andere vraag, want dat wordt ook van mij verwacht. Maar dat ga ik een keer een beetje dynamisch doen vandaag. En ik leid die vraag in eerste instantie in met 3 statements. En dan mag u alleen ja of nee op zeggen. Geen enkel woord meer, hè? En vervolgens geef ik dan ook nog even het woord aan een van uw paranimfen. De eerste stelling die ik noem, alleen ja of nee, hè? Het profiel van COPD-patiënten komt eigenlijk best overeen met het profiel van geriatrische patiënten. Ik mag alleen ja of nee? Nee. Oei, dan gaat het misschien al fout. Bij de revalidatie van COPD-patiënten moet men altijd uitgaan van een multidomeinbenadering van de balans tussen kwetsbaarheid en veerkracht. Niet altijd, dus ik zeg nee. Mijn echte vraag wordt daar steeds pregnanter, zie ik nu. En dan, revalidatie van COPD-patiënten kan alleen duurzaam succes opleveren als de patiënt van meet af aan betrokken is in het revalidatieproces. En als er sprake is van shared understanding ten aanzien van het assessment, als ook van shared decision making ten aanzien van de doelen waaraan gewerkt wordt. Ja. Mag ik dan nu een van uw paranimfen vragen om stelling 4 even voor te lezen? Stelling 4. Current guidelines focus on evidence-based medicine outcomes of pulmonary rehabilitation, such as functional status and health status. However, a comprehensive personalized pulmonary rehabilitation program leads to a better health, which is not captured by these outcomes. Dank u wel. Die stelling is van u, dus dan zegt u sowieso ja op, hè? Anders had u niet opgenomen. Ik geef de paren even de tijd om terug naar zijn plek te gaan. Als ik naar uw antwoorden luister, mevrouw de promovenda, dan vraag ik me toch een heel klein beetje af, hè? Nadat ik het goede werk heb gelezen, waarom modellen zoals het ICF-model uit de medisch-specialistische revalidatie en ook modellen zoals gerelateerd aan positieve gezondheid, waarom die niet al lang gemeengoed zijn in de longrevalidatie? Want ik denk dat we dan een veel vollediger COPD-controlepanel hadden gekregen. Kunt u daar eens op reageren? Ik denk de ICF is mij bekend inderdaad. Dat is een algemene vragenlijst wat in de algemene revalidatie wordt gebruikt. We hebben ze inderdaad nooit toegepast of niet toegepast in onze setting. We wilden een volledig beeld krijgen ook van de COPD-patiënt. En zoals ook in het proefschrift beschreven, wordt er gekeken naar ziektegerelateerde vragenlijsten die te maken hebben met de ziekte zelf. En ik denk, ik onderstreep ook wat dat betreft dat je... De ziekte is bepalend voor health, zoals we het steeds noemen.
of zou de patiënt niet ziek zijn, dan zou hij wellicht ook geen klachten hebben in het fysieke en het emotionele en het sociale domein. Ja, maar u heeft heel nadrukkelijk in het begin in uw vraag gezegd, COPD-patiënt is meer dan zijn ziekte. Het is veel complexer, veel breder. En dus vroeg ik me af, ja, zo'n ICF-model is natuurlijk heel geïntegreerd, hè? En u staat voor geïntegreerde zorg. Dus waarom zou dat niet van toepassing zijn in de longrevalidatie? Het zou van toepassing kunnen zijn. Hè? Zeker als we moeten dan dieper ingaan op de vragen. Maar als we kijken in de longwereld, wordt er veelal met andere vragenlijsten gewerkt. Om ook om te vergelijken. Ik heb nu niet een voorbeeld waar de ICF in de longrevalidatie wordt gebruikt op dit moment. Ja. Maar, en ik ken ook niet helemaal de domeinen in die ICF-vragenlijst. Ik denk dat ik het woord teruggeef aan de rector. Dank u wel voor de beantwoording van de vraag. Dank u wel. We now switch on to English, because we have a guest from Germany. Welcome, Professor Ken. He is a professor of pulmonology from the University of Marburg. Thank you. You raised in your really profound thesis a lot of questions that are in the field of pulmonary rehabilitation and covers also a lot of unmet needs. You stated that the current reality of PR stands in sharp contrast to the goals of pulmonary rehabilitation as formulated in all definitions. So if it's like that, and I think you are true with that, or totally true, how to compare pulmonary rehabilitation programs and how to enable benchmarking between programs in the future and how to get out of this dilemma? Highest esteemed opponent, thank you for being here. Thank you for kind words and question. Indeed, I think we have to deal with different. So we have to deal with an umbrella term, or pulmonary rehabilitation has become an umbrella term. I have to say it in that way, and including also home-based rehab or urban training, so different, and also in different settings. So it's performed in different settings. And I think it's difficult, answering your question, it's difficult to benchmark because we have different patients who are treated, and we have different settings and different components. So I think maybe it would be good that we reconsider pulmonary rehabilitation. And actually, I would like to go back to the first statement. And in that first statement, it's described that pulmonary rehabilitation is an art of medicine. And also triggering is that it stabilizes or reverses the physiopathology and the psychopathology. So do we reject that domain, because art of medicine actually it includes health. So we have to look to the patient as taking into account also his life, some circumstances, and also the problems that he experience in daily life. So I think, yes, we have to look to the physiopathology, and I think much work has been done in that field as we look to looking to exercise-based training. I think there are different modules as we look to the exercise training, but however, we have also to look to the other components of pulmonary rehabilitation. And the question was, evidence-based medicine involved of including randomized clinical trials. I don't believe this will be the solution for the future. And I think we have, so maybe we have to start with identifying patient groups and then looking to the setting. Can we deal with all these problems of patients with high needs? I think that would be a starting point, because now I don't believe we can compare at different settings. It's very difficult. Yeah. Okay. You stated also that psychological comorbidity characterized by anxiety and depression seems to play an important role throughout the pulmonary rehabilitation process. Why do you think it is so important, and what
pulmonary rehabilitation programs, even without psychological support, may alter in this field? I don't understand the beginning of the question. I missed that. The psychological comorbidity with anxiety and depression seems to play an important role. And studies show that these factors can be improved by pulmonary rehabilitation even without psychological interventions. So how do you think this can be explained? So I would like to look to the group which is included in that study, because we don't know which patient is treated at that time, and maybe they have this is a CPD, or this is a group of CPD patients which have less problems. So I think we have again start with identification of patients, and maybe when those patients like included in this study, so mild to very severe CPD. Nevertheless, it doesn't say something about complexity, but I think, again, we have to identify our patients. Okay. If you should try to prove effects of pulmonary rehabilitation in terms of physical abilities, and I would offer you to measure either 6-minute walk test or activity monitoring, what would you prefer and why? I would use both measurements, but I have to choose. I understand. So I think we have maybe activity monitoring. It's something that says more about the life situation, and it would be interesting to measure that in real life. Yeah, I guess so, yes. Because with 6-minute walk, you measure capacity, and with activity monitor, more reality. Okay, so I think we have 2 minutes left for another questions. To look into the future where things come up as ability to perhaps replace pulmonary rehabilitation programs as we know it today, like app-based programs, so on mobile phones and so on. What do you think could be discriminating factors to select whom to give a mobile phone based app, whom to offer home-based program, whom to offer outpatient rehabilitation, and who really needs inpatient rehabilitation as far as it's available? I think we have to distinguish patients indeed, and I think when we look to the patient of this study, those are the patients with high needs. So I think it will be very difficult to help them with telehealth or with an app, I think, because as I just explained, they are seeking for an equilibrium. They have many problems. I think telehealth would be helpful patients with less complexity, and maybe it will be helpful to inform them timely and at the beginning of the phase of the disease. It would be very, very helpful then. Mm-hmm. But we have to distinguish our patients. It will not be appropriate for all the patients, and I think that's the problem that we think that all interventions are for all patients, and I think we should more distinguish our patients. Perhaps one short answer to a question: how to push patients to a better active lifestyle after pulmonary rehabilitation to keep the effects achieved during the programs for long term, because studies show that that's just really an unmet need and a very complicated thing to achieve. An interesting publication of Chicani in France,
She studied patients and repeated pulmonary rehabilitation because she showed non-responders the first time, but the second time, 50% of the non-responders response, and which is, was also shown in that study that the progression of the disease was attenuated. So I think these are very important, but I think it's very important to find stimuli to enhance activity in daily life. And it's not giving information to the patients. It demands more than only giving a brochure or it's yeah, I think we need more. Thank you very much. We gaan weer over naar het Nederlands en naar de volgende opponent. En dat is professor Jacobs. En zij is hoogleraar implementaties van innovaties in de gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg. Heeft de microfoon aan. Allereerst wil ik jou en ook je promotieteam van harte feliciteren met dat hele mooie boekje wat hier voor ons ligt. En toen ik dat aan het lezen was, toen raakte ik nog meer onder de indruk. Want ik was aan het denken, is dit nu een boekje van een bestuurder of van een zorgprofessional? En ik vind het echt heel knap en moedig ook om zo die patiëntenprocessen in te duiken. Want ik denk ook dat dat in een kathedrale instelling heel belangrijk is en ook dat je dan laat zien waar je het over hebt. Hè? Maar toch heb ik een aantal vragen over wat dit werk nu betekent voor het bestuur en ook de organisatie van zorg. En daar wil ik even doorheen lopen. En eigenlijk is mijn belangrijkste vraag, hoe kun je nou de resultaten van dit onderzoek gebruiken in het bestuur van de organisatie? En ik vraag me dat op basis van een aantal onderdelen in je boekje af. Dus op pagina 70 ga je uitgebreider in op de sociotechnische systeemtheorie. En daarover heb ik eigenlijk twee vragen. Die verwijzing naar de systeemtheorie is natuurlijk heel duidelijk. Hè, want uiteindelijk betoogt hij dat de mens pas echt begrepen kan worden in de context van zijn of haar relaties. En ook het belang van de holistische benadering in de organisatie van de zorg. Maar ik zou denken dat geldt eigenlijk voor alle revalidatie. Of nou oncologische revalidatie is, hartrevalidatie of ook longrevalidatie. Maar betekent dat niet automatisch dat je eigenlijk met zo'n grote complexiteit van contextvariabelen niet kunt clusteren? En dat je eigenlijk misschien ook andere technieken had moeten overwegen om te kijken of je meer die heterogeniteit die je in die clusters aantreft kunt tackelen om te kijken, ja, wie heeft nu baat bij die longrevalidatie of niet? En mijn vraag is nu, heb je dat overwogen en was dat geen begaanbaar pad? Of hoe kijk je daar tegenaan? Hooggeleerde opponent, dank u voor uw lovende woorden en dank u voor uw vraag. Inderdaad, als bestuurder vind ik het belangrijk om de patiënt te begrijpen, want vanuit de inhoud ga je organiseren. We zijn ooit gestart inderdaad met een procesherinrichting om te kunnen meten en te evalueren. Ik denk dat dat een belangrijke stap was vanuit de sociotechniek. Maar we missen nog een deel en dat blijkt ook uit deze studie. Want je kunt door je processen in te richten dat je gaat data verzamelen en vervolgens gaat evalueren, kun je ook stappen verder zetten. Nu, vanuit uw vraag had ik andere methodieken kunnen overwegen. We hebben deze clusteringmethodiek, die self-organizing maps, gebruikt om inzicht te krijgen in alle data en vooral geen outliers, moet ik zeggen, te verwijderen en te zorgen dat die data gaan kloppen. Het geeft een beeld en dat is ook het voorbeeld van die gekleurde plaatjes. Je kunt kijken naar alle variabelen. Wat voor patiënt zie ik nu voor me? En hoe moet ik nu mijn organisatie gaan inrichten? Ik denk dat dit echt een andere aanpak vraagt. En kijken naar alleen de organisatie zelf, dan zeg ik, ja, dan zullen we toch moeten, in tegenstelling tot jaren geleden, toen deze studie plaatsvond, hadden we echt met modulaire aanpak. Maar door een gesprek met je team kom je er al achter dat die modulaire aanpak, zoals voorgeschreven, al niet werkte. Want je moest al aanpassen of het team kon het niet wegschrijven. Dus we zullen echt een andere manier moeten gaan zoeken
om deze patiënten te kunnen helpen. Maar je hebt wel een totaal beeld nodig. Dus je wil kijken naar de ziekte, maar vooral ook naar dat emotioneel, sociaal en fysiek functioneren. Mm-hmm. Nu, als ik kijk, deze groep, en dat is wat David Bloementhal ook zegt, de patients with high needs and high costs, is de groep die is eigenlijk 5% van de patiënten die wel zorgen voor 50% van de kosten. Dus we hebben de neiging om steeds te klassificeren, want dat is makkelijk. Ik kan de patiënt naar de eerste lijn sturen, de tweede lijn of de derde lijn. Of zeggen we die lijnen gaan, we hebben die echelonering niet meer. En we zeggen gewoon de juiste patiënt op de juiste plek meteen. En misschien moet je dat assessment wel meer naar voren halen. Maar nogmaals, ook wat ik zojuist aangaf, het onderscheiden van verschillende groepen is heel belangrijk. En of we nu patiënten, als we dit als predictief model willen gaan gebruiken, ja, dan hebben we meer data nodig, grotere groepen patiënten, nog andere datasets, om dit te valideren. Dus zeker geen predictief model. Je ziet het dan eigenlijk als een voorstadium door te groeien. Ja. En maar hoe verhoudt het zich dan tot sociotechnisch organiseren? Want als sociotechnisch organiseren, je zegt, heb ik dat al gedaan? Ik denk dan meteen aan de sitter, hè, aan paralleliseren, segmenteren. Maar eigenlijk lukt dat niet goed. En als je verder gaat in je ontwikkeling richting voorspellingsmodellen, dan ga je daar ook een beetje van af. Dat klopt. Dus hoe heb je dat voor ogen? De sitter kijkt, of in ieder geval van Amersfoort, hè, die kijken inderdaad, de sociotechniek kijkt naar mensen, naar cultuur, naar systemen en naar de structuren. Mm-hmm. Maar dan zijn we er nog niet. Mm-hmm. Dus ik denk, en in het boek van de sitter, ik ken het, heeft hij ook wel aandacht voor verschillende teams. En teams die focus houden op een bepaald onderdeel, een gezamenlijkheid. Dat doet de sitter zeker. Maar we zijn er niet, want ik denk dat transdisciplinaire werken, en de openheid om inderdaad verder te gaan in de ontwikkeling samen met je team, ik denk dat daar een oplossing zit. Mm-hmm. Dus wat dat betreft vind ik ook uw onderzoek interessant. Als we het hebben over contingency theorie. Ja, er is geen één oplossing. Je kunt ergens een structuur inrichten, maar dan zijn we er nog niet. Mm-hmm. Ik denk dat dat veel meer vraagt. Mm-hmm. Ja, een vraag die daarop aanhakt, en die had ik eigenlijk ook op mijn lijstje staan, is dat eigenlijk in de samenvatting van de thesis en de discussie die daarop volgt, ook het betoog volgt, op basis van inderdaad het inrichten van transcendente teams of transdisciplinaire teams en ook een nieuwe vorm van leiderschap volgens de complexity theory. Nou zijn wij zelf met andere leiderschapsmodellen onderzoek aan het doen en dat is misschien ook wel vloeken in de kerk als ik zeg ja in de kern. Denk ik dat daar heel veel dezelfde elementen toch steeds in terugkomen. Maar hoe ga je dat concreet vormgeven in Ciro? Want het zijn altijd hele mooie concepten en hele mooie denkbeelden. Maar de vertaalslag van hoe zet ik dat nu in de praktijk, dat ook echt die patiënt helpt. Hè? Mm-hmm. Zijn daar ideeën over? Of ben je daarmee bezig? Of, Nu, op dit moment nog niet. Alleen natuurlijk, als je vooral hoofdstuk 10 wordt dit aangestipt. Als we het hebben over het ASBI-model en inderdaad mm-hmm. patiënt terug naar een homeostase brengen. Mm-hmm. Dan vind ik het wel interessant om te weten welke stimuli zijn nu nodig om deze patiënt daadwerkelijk in dagelijks leven vooruit te helpen. En mm-hmm. Herkent hij die stimuli ook wanneer longrevalidatie is afgerond? Mm-hmm. En ik denk, dat vraagt nog verder onderzoek. Mm-hmm. Maar dat lijkt me vooral een interessante. Zeker moeten we naar die domeinen, aan die domeinen blijven werken, zoals genoemd deze studie. Maar ik denk, als we het hebben over behavior, dan vind ik een interessant boek van Mark Sullivan, Patient as Agent of Health of Healthcare. Mm-hmm. En wat mij aanspreekt is, je moet het niet hebben over gedragsverandering, maar eerder van tot actie zetten. En wat is daarvoor nodig? En ik denk, daar mm-hmm. zo vervolgonderzoek wel interessant. Ja, dat kunnen we misschien samen doen ooit. even u bent helaas over de tijd heen.
Dus, ik mag even door willen gaan. Dat zal vast nog wel, want ik zie al dat er plannen zijn voor samenwerking. Ja. Er op een ander moment gelegenheid voor zijn. Maar ik moet u helaas afbreken, want er zijn nog een aantal andere opponenten. En we gaan nu even online naar professor Van den Beuken. Zij is hoogleraar palliatieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Aan u het woord. Dank u wel. Geachte mevrouw de promovendus, ook ik wil u en uw promotieteam van harte feliciteren met uw mooie proefschrift. Van belang voor de klinische praktijk, maar zeker ook voor uw organisatorische en bestuurlijke functies. Graag wil ik met u sparren over de implicaties van uw proefschrift. U toont aan dat clustering geen richting geeft aan het bepalen van de beste behandelingsstrategie. U wil naar personalized medicine, van last resort naar outreach programma, terwijl u toch eigenlijk het meeste succes behaalt klinisch en bij de meest zieke patiënten, maar daarover later meer. U pleit voor geïntegreerde zorg met verschillende disciplines, waarbij de patiënt, en u noemt hem de expert patient, de regie neemt. Hierbij heb ik verschillende vragen. Kunnen de meeste patiënten dat? Het vraagt nogal wat. En we weten bijvoorbeeld uit de eerste golf nu van COVID, dat toen de fysiotherapie wegliep, dat de gezondheid van COPD-patiënten ernstig achteruit ging. Het viel een beetje tegen met de zelfredzaamheid en de eigen regie pakken. Hoe moet dat dan? Dank u voor uw vraag en voor uw felicitaties. Ik denk dat u een zeer terechte opmerking is dat deze patiënten, misschien ook aansluitend op de koffer van mijn boekje, ze zijn eigenlijk ten einde raad en dat is inderdaad zo. Maar stel dat we deze patiënten veel vroeger in de fase zouden helpen en anticiperen op de problematiek veel eerder in, ik noem het nu even zorgketen, we hebben het wel nu vaak over netwerkgeneeskunde, maar veel eerder in de keten ingrijpen, dan zouden deze patiënten misschien niet zo ver komen. Want feitelijk, de patiënt komt wanneer het echt niet meer gaat. En inderdaad, hij weet het ook niet meer of zij weet het ook niet meer. Dus er zijn zoveel problemen tegelijkertijd aanwezig en dat vraagt nogal iets van de patiënt. Ja, want dat kwam ook gelijk bij me op. Hè. U bepleit trainings- en educatieprogramma's, maar zeker niet alleen voor longen, hè, maar vooral met alle aandoeningen waar de patiënt mee kampt. Dus u bepleit echt voor de gelijk aanpak van de complexe, meervoudige problemen. En ik zat ineens te vragen, bepleit u nou een soort lifestyle ziekenhuis in plaats van revalidatie? U kunt het slecht verstaan. Ja, het is heel moeilijk te verstaan. Maar misschien Ik zal proberen langzamer te spreken. U bepleit inderdaad trainings- en educatieprogramma's voor alle aandoeningen waar de patiënt mee kampt. Dus voor alle complexe, meervoudige problemen. En toen ik dat zat te lezen, en zeker ook nu u zegt van we moeten het vroeger aanpakken, denk ik, bepleit u soms een soort lifestyle ziekenhuis waar patiënten met chronische problemen 2 keer per jaar komen of zo? Hoe ziet u dat voor zich? Ik denk als we gaan kijken naar patiënten eerder ingrijpen, dan denk ik dat het belangrijk is om die patiënt veel eerder op te volgen. Ook als we kijken naar onderzoek, dan valt het mij gewoon op dat iedere keer naar vanuit een bepaalde context wordt gekeken. Maar dat er bijna weinig voorbeelden zijn om van het begin van de fase van de ziekte tot in de fase in zo'n derde lijnsinstelling. Het zou interessant zijn om ook het onderzoek daar verder op te richten, zodat we daadwerkelijk weten wanneer gaat het nu mis met deze patiënt. En misschien wil ik dan nog geen antwoord geven op de vraag, wat gaan we dan inrichten? Want ik denk dat we eerst moeten weten wanneer is dat omslagpunt van deze patiënt. Ik denk dat we eerst verder onderzoek zouden moeten doen. Ja, want als we al deze patiënten wat meer gaan volgen, wat eerder in het traject les gaan geven, hoe gaan we dat behapbaar en betaalbaar houden? Want de groep wordt nog veel groter en ja, in 2040 hebben we 30% meer COPD-patiënten. Het wordt, dat wordt een kostbare geschiedenis. Ik begrijp inderdaad vanuit kosten. We kijken steeds vanuit kosten, want het moet efficiënter, het moet goedkoper, want de kosten blijven maar stijgen. Anderzijds stel ik ook de vraag, gaan we door deze patiënten negeren de kosten kunnen reduceren? Dus ik denk dat we
de juiste zorg op de juiste plek, dat we daar veel meer op moeten insteken. En de vraag is, vindt er nu op dit moment niet overdiagnostiek en overbehandeling plaats? Moeten we daar ook niet naar kijken? Ja. Misschien even een knuppel in het hoenderhok. Want op bladzijde 234 beschrijft u volgens mij echt de ideale situatie. Rekening houden met het ziek zijn van de patiënt. Hoe ervaart die persoon dat? Hoe ervaart die persoon het verlies van zijn gezondheid? En daarnaast moeten we kijken naar het vermogen tot aanpassing en zelfmanagement ten aanzien van alle problemen op de vier dimensies. En dan vraag ik me af, is dat niet precies wat de longverpleegkundige en de POH'ers al doen? En gewoon bij hun reguliere controles, vroeg in het traject. En zou de specifieke longrevalidatie zich dan niet toch gewoon weer moeten richten op het opvangen van crisissituatie, waar u ook het meeste effect sorteert bij de meest zieke patiënten? Ik denk dat wij inderdaad ons moeten richten van kunnen we dit ondervangen door een longverpleegkundige? Dat zij al eerder ingrijpen en zich ook richten op deze domeinen. Echter, we worden nog steeds geconfronteerd met deze patiënten met high needs en high costs. En daar denk ik toch dat we iets aan moeten gaan doen. Dus... Mijn vraag kwam met name voort uit het feit van, ligt dat bij u of ligt dat, moeten we naar voren? Maar, om eerder in de keten in te grijpen. Ja. Ik denk dat dat van ons allemaal en die kennis die we verkrijgen in een tertiaire instelling, zouden we ook moeten gebruiken voor de eerste lijn. En dat doen we volgens mij veel te weinig. Dank u wel. Ik geef het woord terug aan het voorrecht. Dank u wel. Mooi op tijd. Dan gaat de oppositie vervolgd worden door professor Ruwaard. En hij is professor of Public Health and Healthcare Innovation aan de Universiteit van Maastricht. Ja, dank u wel, mevrouw de prorector. Allereerst ook van mijn kant van harte gefeliciteerd. Ik vind het vooral indrukwekkend omdat u dit proefschrift geschreven heeft naast uw andere drukke werkzaamheden. Want dat mag ook wel even genoemd worden, denk ik. En ik hoor een paar keer gezegd worden van uw boekje en dergelijke. Nee, het is echt gewoon wel een boekwerk geworden. Dus complimenten in ieder geval daarvoor. Ik moest eerlijk zeggen, ook wel even door hoofdstuk 1 worstelen voordat ik tot de clou kwam. Want die kwam in hoofdstuk 2 waarin dan de vraagstellingen staat. Maar dat geeft wel een goed beeld van waarover we het hebben als het gaat om revalidatie op uw terrein van onderzoek. Ik denk dat wat u gedaan heeft, dat stratificeren van een grote groep patiënten in subgroepen, enorm belangrijk is. We zien dat ook hè, als eerste stap bij Population Health Management. Ik weet niet of u dat kent, maar dat is inderdaad heel belangrijk. Waar ik eigenlijk met u van gedachten over wil wisselen, is als u nou die grote groep van patiënten gaat opdelen in subgroepen, en dat heeft u gedaan hè, via die self-organizing maps, dat zie je als rode draad door uw proefschrift ook heen. Stel ik mij een beetje de vraag, nou heeft u die uitkomsten niet dat u zegt van ja, ik heb het opgedeeld in bepaalde subgroepen en er komen geweldige verschillen uit. Hè? Maar stel nou voor dat dat wel het geval was. En dan denk ik van ja, dat is leuk voor de patiënt die in het midden van een subgroep zit. Maar hoe zit het eigenlijk met die zijkanten? Want kunnen we daar dan wat mee? Hoe gaan we daarmee om? Hooggeleerde opponent, dank u voor uw lovende woorden en dank u voor uw vraag. U stelt de vraag of een patiëntengroep bijvoorbeeld tegen een ander cluster aanzet, ja. Wat dat betekent. Zeker. Nu, het zijn allemaal knooppunten wat deze kaarten weergeven. Allemaal knooppunten van patiënten met vergelijkbare kenmerken. Dus het hoeft niet zodanig te zijn dat een knooppunt wat dicht tegen een ander cluster aanleunt, dat meer richting dat ander cluster gaat. Dus het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Dus het heeft gewoon ermee te maken met de knooppunten. En op een gegeven moment vindt die clustering plaats. En het softwareprogramma wat wij gebruikten heeft wel een kwaliteitsindicator om te kijken wanneer krijg je het meeste informatie bij hoeveel clusters. Meestal ga je uit van het definiëren van aantal clusters van tevoren. Hier gebeurt het achteraf. U houdt in uw proefschrift eigenlijk ook een heel sterk pleidooi voor personalized medicine. Hè? Dan zit ik te denken van oké, u komt met 7 groepen aan uit de totale groep van COPD-patiënten. Maar hoe personalized wordt dat dan en hoe ver gaan we dan in die stratificatie? Want aan de ene kant zegt u ook van ja, we moeten vooral kijken naar personalized medicine.
Dus hoe kijkt u daar dan tegenaan? Ik denk personalized medicine, ook als we het hebben over biomarkers of CT-scans, of ik denk dat dat heel veel zal helpen, want uiteindelijk zullen we toch nog meer die ziekte ook moeten begrijpen. Ja. Want al die gevolgen, ja, wat die ziekte meebrengt, dat wordt van eigenlijk aangepakt bij de ziekte zelf. Mm-hmm. Ik denk dat dat zeker zal helpen, maar we hebben ook nog het patient-centered care. En patient-centered care, misschien moeten we noemen patient-centered health, wat houdt dat in? Ik denk dat deze clusters wel informatief zijn in die zin. De vraag is, gebruiken we de juiste vragenlijsten? Want het zijn nog altijd disease-related vragenlijsten en kwaliteit van leven vragenlijsten. Moeten we niet meer andere informatie erbij nemen? Enerzijds denk ik dat ondersteunend kan zijn personalized medicine, maar dan te kijken welke variabelen zeggen iets of kunnen predictief zijn. En anderzijds dat patient-centered of patient-centered health, dat kunnen we niet altijd vervatten in getallen of kwantificeren. Nee, ik zit ook even te denken aan hoe vertaalt zich dan dat naar bijvoorbeeld bekostiging. Hè? Ik bedoel, de zorgorganisaties zijn, dat zult u zelf ook mee bezig zijn. Hoe zit het dan met de bekostiging? Want als we allemaal gaan stratificeren in steeds meer subgroepen. Hoe gaan we dat dan richting de NZA en het Zorginstituut verwoorden en zeggen, nou, we willen iets hebben helemaal op dat terrein. En ik zet dat even in perspectief van het feit dat als we nu kijken naar bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking, hè, niet alleen vanwege het feit dat we dus de daarnaoorlogse babyboom steeds meer ervaren, maar ook de oude mensen worden ook steeds ouder. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar de multimorbiditeit die we vinden, en als u dan door de bril kijkt van het onderwerp waar u mee bezig geweest bent met COPD, en u kijkt naar de multimorbiditeit wat echt op ons af gaat komen, hoe ziet u dat dan in een breder perspectief, de uitkomsten van uw onderzoek? Als ik kijk naar de informatie die het oplevert, zullen we zeker moeten kijken naar de kosten. Even terug naar ten tijde van de patiëntenpopulatie die hier onderzocht was 2013. Werkten we nog met modules, DBC of zorgactiviteiten die voorgeschreven werden. Op een gegeven moment zien wij een toename van complexiteit, maar dan spreek ik even vanuit mijn praktijkervaring. En dan zie je gewoon dat het systeem niet werkt, omdat datgene wat je in de praktijk doet niet aansluit bij datgene wat de NZA voorschrijft. We hebben het intussen aangepast en wat we hier gedaan hebben, is vooral ons richten op welke patiëntenprofielen zie je. En als we de patiëntenprofielen kunnen identificeren, de patiënten met high needs, dan kunnen we ook verantwoording afleggen. Want als deze patiënten meerdere problemen hebben, moet je ze ook kunnen behandelen. En dan moet je ook een centrum hebben die deze patiëntengroep kan behandelen. Dus we hebben de verantwoording omgelegd naar in plaats van activiteiten allemaal, dat blijft uiteraard, maar eerder gelegd bij deze patiënten worden, of afgebakend hoe we het noemen, deze patiënten ziet een centrum als... Vanwege de tijd, ik ga u alleen één suggestie nog meegeven. U hoeft er helemaal niet op te reageren. Want u zegt ergens in uw proefschrift, the patient's role changes from being users and choosers to becoming makers and shapers. En op het moment dat je dat zegt, denk ik van, u heeft wel gebruik gemaakt van patiëntgegevens vanuit registratie, maar dan denk ik van, waarom heeft u geen kwalitatief onderzoek gedaan waarin u meer informatie van de persoon dus zelf verzameld hebt? Net werd al even de suggestie gedaan. Wat vindt de patiënt zelf van een bepaalde interventie en wil hij daarin meegaan of niet? Ik denk dat dat nog wel eens de resultaten, de uitkomsten, wel eens fors zouden kunnen beïnvloeden van wat u ten opzichte van wat u nu gevonden heeft. Maar dat geef ik alleen mee als een suggestie, want anders ga ik over mijn tijd heen. Oké, dank u. Nog meer suggesties voor vervolgonderzoek? Alle leden van de beoordelingscommissie hebben u nu aan de tand gevoeld, maar we willen ook nog heel graag professor Hilders de gelegenheid geven om te opponeren. Zij zit waarschijnlijk in Rotterdam, als ik het zo inschat. En zij is hoogleraar medisch management en leiderschap van de Erasmus Universiteit. Aan u het woord. Dank mevrouw de prorector, geachte mevrouw de promovendus. Allereerst sluit ik me aan bij de vorige opponenten over de complimenten ten aanzien van dit enorme boekwerk. En we weten allebei dat op bestuursniveau een organisatie in de goede banen leiden heel veel energie kost en dat u dat daarnaast nog heeft weten te vervaardigen. Echt oprecht mijn enorme complimenten. En ook complimenten omdat het een heel waardevol onderwerp is. Het is een
waardevol onderwerp, omdat we allemaal met de uitdagingen van de zorg dagelijks geconfronteerd worden. Dat gaat over de multimorbide oudere patiënt met de complexiteit die toeneemt, chronische ziekte en vooral de gerelateerde kosten daaraan. Dus als u dan zegt longrevalidatie, een lerend zorgmodel met een vraagteken erachter, dan denk ik dat dat vraagteken eigenlijk overbodig is en dat we heel erg goed dit model kunnen gebruiken om hier inderdaad van te leren. En dat symboliseert ook een beetje de bescheidenheid die ik altijd bij u herken. Dus dank ervoor. Die uitdagingen worden omvat met de juiste zorg op de juiste plek en misschien ook wel op het juiste moment. Dat is al eerder genoemd het afgelopen uur. En dat juiste moment eigenlijk in de levensloop van patiënten wordt steeds belangrijker geacht. Waarbij we meer kijken naar de totaliteit van het leven van een patiënt en hoe kunnen wij daar onze bijdrage aan leveren. En ons wat bescheidener opstellen als zorgaanbieders naar wat de patiënt echt nodig heeft. En wat we dan ook zien is dat de andere domeinen steeds meer hun intrede doen in de spreekkamer. Zoals psychosociaal, de eenzaamheid, kostensanering. Al dat soort zaken die maken dat die invloed op die gezondheid een belangrijk onderdeel worden van ook de behandeling. En wat we daarbij zien is dat we het nog lastig vinden in onze Nederlandse zorgstelsel, wat eigenlijk als voorbeeld dient voor de wereld, met als basis de solidariteit, een hooggoed voor onze Nederlandse zorg, dat we nog niet tot het punt zijn gekomen dat we het aantal jaren chronische ziekte of levensverwachting kunnen gelijkstellen tussen de hoge en lage sociaal-economische status. Dat is wel een uitdaging voor de Nederlandse zorg in de toekomst. Waarbij we zeggen, nou, we moeten meer netwerken werken, we moeten meer preventie en meer die multidisciplinariteit benaderen. Dus eigenlijk, uw lerend zorgmodel zou een perfecte uitkomst kunnen zijn om deze uitdaging aan te gaan. Dus mijn vraag, geachte mevrouw de promovendus, richt zich op of inderdaad dit longrevalidatiemodel inderdaad lerend kan zijn om dit probleem te duiden tussen het verschil hoge en lage sociaal-economische status. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties en voor uw vraag. Inderdaad, we hebben ook met een patiëntengroep te maken die in de sociaal-economische klasse zitten, die echt enorme problemen hebben. Wat dat betreft is er ook onderzoek gedaan, Nienke Nakke vanuit onze eigen organisatie, die inderdaad in de thuissituatie is gaan kijken. En dan onderschatten we hoeveel problemen de naasten hebben. Dat deze patiënt, dat de naasten of de mantelzorgers ook geconfronteerd worden met comorbiditeiten. En eigenlijk heel moeilijk is om de patiënt zelf te behandelen. Dus één, we zullen deze patiënten samen met de familie moeten gaan behandelen. Of in ieder geval ondersteunen om verder te komen. En ja, als deze patiënten terug naar huis gaan en worden niet begrepen door hun omgeving, dan is het heel moeilijk om vast te houden wat je geleerd hebt tijdens zo'n opname als in een centrum voor longrevalidatie. Dus ik denk dat we daar heel goed de thuissituatie veel meer moeten gaan meenemen. Ja, dat zijn wel terecht, denk ik. In het verlengde van mijn vraag wil ik even een paar vragen om stelling 7 voor te lezen. Stelling 7. You can integrate all of the services for some of the services for all of the people, but you can't integrate all of the services for all of the people. Dus daar wil ik nog even iets meer naartoe, geachte mevrouw Promovendus. Het goede model wat we hier kunnen lezen en waar we van kunnen leren, kunnen we daar het gat tussen de hoge en lage sociaal-economische status die nu in ons Nederlands zorgsysteem zich voordoet en zich aandringt, kunnen we dat terugdringen of verkleinen? Ik denk we kunnen niet alle zorg leveren en ik denk specialisatie is een belangrijke om toch de problematiek in die thuissituatie ook te duiden. En mogelijk moeten we deze eerder gaan, moeten we eerder ingrijpen. Mevrouw Augustin,
De gelegenheid voor het verdedigen van het proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu terugtrekken voor beraad. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van het beraad hier af te wachten.
Wouters is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend en volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Ingrid Augustin, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en de overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Dokter Augustin, beste Ingrid, het is mij een groot genoegen en een voorrecht om u vandaag, mede namens mijn collega Frits van Merode en Martijn Spruit, als eerste te mogen gelukwensen met deze verworven waardigheid als dokter. Om vele redenen is deze promotieplechtigheid een bijzonder gebeuren. Niet in het minst omdat het voor mij alvast een unicum is dat een promovendus wordt geflankeerd door twee paranimfen die tevens haar zonen zijn. Bijzonder omdat vandaag op dezelfde dag als jouw verdediging het nog niet gepubliceerde hoofdstuk 8 is verschenen in een internationaal tijdschrift PLOS ONE. Bijzonder omdat het naar mijn inschatting van veel moed getuigt en het niet te gemakkelijk is als bestuurder om controle los te laten en je kwetsbaar op te stellen. Voor een lerende organisatie vervul jij naar mijn mening bij uitstek een rolmodel. Een openbare verdediging is immers een voorbeeld van hoe complexe vraagstukken worden doorgrond en hoe drijfveren, aannames en overtuigingen onder de loep worden genomen, wat als een referentiekader kan dienen voor elke organisatie. Kwetsbaarheid als kracht en onmisbaar element voor duurzaam succes. Bijzonder omdat het proefschrift de rechtstreekse resultante is van onze visie met betrekking tot gepersonaliseerde zorg, zoals in 2010 uitgewerkt bij de oprichting van CIRO. Het is voor mij verheugend vast te stellen dat gepersonaliseerde zorg zelfs door gesofisticeerde computeralgoritmen niet kan worden herleid tot specifieke categorieën of tot identificatie van clusters waarachter grote groepen patiënten schuilgaan. Het toont dat elke patiënt in al zijn kwetsbaarheid als individu moet worden benaderd en jouw onderzoek toont aan ook aan hoe complex werken in de gezondheidszorg is en wat dit vraagt van medewerkers. Niet alleen professionele kunde is hierbij belangrijk, maar zeker ook reflectiviteit, durf, inventiviteit en creativiteit om te kunnen omgaan met specifieke situaties en onvoorspelbaarheid. Leren als een proces waardoor nieuwe kennis, instrumenten, waarden en nieuw gedrag ter beschikking komen. Niet alleen naar de patiënt toe, maar op alle niveaus van de organisatie. En mogelijk zit dit verborgen in de definitie, waar naar u ook verwees bij de verdediging, van longrevalidatie als een art of medical practice, of een vorm van behandeling waarbij geneeskunde en geneeskunst hand in hand gaan. Het lijkt een evidentie, maar in een zorglandschap waarin vaak alleen oog is voor evidence-based kunde, vormde dit een permanent strijdpunt en was het onderwerp van menig debat
wat wij samen hebben gevoerd en hebben moeten voeren. Mogelijk heeft COVID ertoe bijgedragen om aan te voelen wat het spanningsveld is tussen volksgezondheid enerzijds en de zorg voor het individu anderzijds. COVID heeft zeker aangetoond hoe het gemis aan kunst in het algemeen een enorme verarming is van ons maatschappelijk leven. Bijzonder omdat het niet evident is dat de supervisor de promovendus 38 jaar professioneel kent en observator is geweest, niet alleen van de loopbaanontwikkeling, maar ook van jarenlange intensieve professionele samenwerking. Als directeur van de toenmalige bijzondere zorgeenheid van het Thoraxcentrum in het MIMC heb ik vastgesteld hoe Jan Kersenmakers, jouw toenmalig leidinggevende, jou de ruimte gaf om verdere stappen te zetten in het zorgmanagement. De overstap naar het toenmalige astmacentrum Hornerheide, onderdeel van de Protheon-organisatie, was voor jou ongetwijfeld een avontuur, maar ook toen bestond bij jou reeds het besef dat de input van iedereen nodig was om van het revalidatieprogramma een succes te maken en dat er geen ruimte was voor strakke meningen. De tweede grote stap hebben wij samen ongetwijfeld in 2010 gezet bij de oprichting van de Siroplus BV. Het was een echte stap in het onbekende en samen hebben wij met de inbreng van alle medewerkers van Siro kunnen uitbouwen tot de huidige kennisinstelling. En ondanks al deze bestuurlijke en organisatorische uitdagingen smulde bij jou het vuur om een eigen promotietraject op te starten. Waar een dergelijk traject al een enorme veerkracht vraagt voor promovendi, die vaker veel jonger aan beginnen, vroeg dit natuurlijk ook een enorme doorzettingsvermogen voor jou om dit te combineren met alle bestuurlijke verplichtingen. Het betekende voor mij ook als supervisor de nodige veerkracht om vanuit onze collegiale bestuurdersfunctie steeds over te schakelen naar de rol van supervisor. Gelukkig kon ik hierbij op de steun rekenen van mijn collega Frits en Martijn. Jij beschrijft dat je eigenwijs kunt zijn. Ik zou het eerder als koppigheid omschrijven, gecombineerd met jouw intrinsieke aversie voor volgzaamheid. Een promotietraject begint met een droom. Samen met de supervisors wordt het avontuur aangegaan, maar elke tocht brengt ook de nodige risico's en ontgoochelingen mee. Jouw veerkracht werd bovendien meer dan bij wie ook door het noodlot op de proef gesteld. De afwezigheid van jouw broer Johan bij deze plechtigheid is voelbaar aanwezig. Ongetwijfeld zou hij al gniffelend en vol trots hebben toegekeken hoe zuslief het vuur aan de schenen werd gelegd. Uiteraard wil ik de leden van de leescommissie en de promotiecommissie bedanken voor hun inzet en aanwezigheid. Special thanks for Klaus Ken to come over from Brechtenskade to Maastricht. It is and was a privilege to collaborate with you in the Schoenkliniek. In the Schoenkliniek, you practiced, in fact, for me, real personalized medicine with and between the patients. Dit ganse traject zou echter onmogelijk geweest zijn zonder de onvoorwaardelijke steun van je gezin en bovenal van Pascal. Pascal, in alles was jij de steun en toeverlaat en de handen vrij houden lijkt mij een eufemisme voor jouw onvoorwaardelijke inzet. Pascal, in jouw beeldende kunst weet jij mijn woorden over kunde en kunst mijns inziens driedimensioneel vorm te geven en ben jij ook steeds op zoek naar inventiviteit en creativiteit. Ik weet dat Ingrid, terwijl zij nu luistert, reeds aan nieuwe uitdagingen aan het zoeken is, maar overtuig haar dat er nu ruimte moet worden geschapen voor het leven zelf en bovenal om te kunnen genieten van jullie kleinzoon Louis. Tot slot, deze plechtigheid is voor mezelf uitermate bijzonder,
omdat deze promotie in aanwezigheid van de prorector mijn sirotocht afsluit. Alp d'Huez heeft 21 bochten. Mijn sirotocht kende 26 bochten. Op 18 oktober 1991 nam de prorector de eerste bocht. Vandaag sluit Ingrid deze tocht definitief af en kan ik uitkijken naar de inauguratie van nieuwe ploegleiders bij het uitbouwen van longrevalidatie in het algemeen en Siro in het bijzonder als levend zorgmodel in de toekomst. Ik heb gezegd. Dank u wel voor deze mooie woorden. Dokter Augustin, beste Ingrid, ik wil jou ook van harte feliciteren namens de Universiteit Maastricht, maar ook namens het Maastricht UMC Plus. Ik wil ook het promotieteam van harte complimenteren met wederom een mooie promotie. Als ik zo naar jullie kijk, Ingrid, dan denk ik ook even terug in de tijd, want ik weet ook nog wel dat jij en ik, jij met jouw zoons en ik met mijn dochters deels in de kinderwagen, ik weet niet wie dat was, rondgewandeld hebben in het Maastrichtse Heuvelland. En het is fantastisch om te zien dat jullie dit nu ook vandaag samen zo mooi hebben kunnen realiseren. Ook complimenten voor Pascal en de rest van de familie. En dan zijn we hier aangekomen bij het einde van deze academische sessie. Ik wil de gasten vragen om alvast even te blijven. Nee, ik zit even te twijfelen. Nee, de gasten mogen alvast naar de rechter lopen. Dat is waar de receptie zal zijn. De naaste familieleden kunnen hier nog even aanwezig blijven, want we willen nog de gelegenheid geven om een paar mooie foto's te maken. Dankjewel.